Nou, Rogier Meijer, je bekert door tegen Fortuna, tegen een eredivisionist. Dat is toch wel echt extra lekker, denk ik. Ja, zeker. Ik denk dat het een echte bekeravond was met het weer en alles erbij. En achterstand goed gemaakt. Nou, in de verlenging loop je dan uit naar 3-1, wordt het nog 3-2, wordt het nog spannend. Maar ik denk dat we ons wel hebben laten zien als team vandaag. En dat is wel mooi om te zien. Je begon met wat wijzigingen in de basis. Brandenhorst keept natuurlijk voor de beker. Maar ook voorin heb je wat wijzigingen doorgevoerd. Wat was de gedachte daarachter? Eigenlijk had het ook wel een beetje met middenveld te maken. We wilden wat meer aan het voetballen komen. Dus hebben we gekozen voor wat meer middenvelds in die positie. Ja, voorin wilden we eigenlijk met Rangelo een balvaste spelen met iemand daaromheen. Maar eerst zelf hadden we wel moeite om onder de druk van Fortuna uit te spelen. Zetten hoog druk en ook echt agressief. Dus dat tempo bij ons moest hoger. Tweede helft deden we dat wel een stuk beter. En voetbal je ook goed eronder uit. En ja, uiteindelijk zie je dan dat je ook tot kansen kan komen. Kwartfinale door tegen Fortuna. Hoe sta je hier? Ja, natuurlijk superveel blijdschap. Ik denk dat de eerste helft moeilijk was vanuit onze kant. En tot de 1-0 van hun was het ook veel verdedigd. Maar ik denk dat we daarna echt wel gewoon goed gespeeld hebben. We zetten Fortuna onder druk. Ze liepen naar achter. Maar dan scoren we. En ik denk dat we dat goed doorgezet hebben tot onze 3-1 was het. En toen zijn we weer gaan verdedigen. En ik denk dat dat fantastisch goed gegaan is. Ja, hoe kwam het dat jullie vooral aanvallend wat beter in de wedstrijd kwamen pas in de tweede helft? In de eerste helft lukte dat totaal niet. Hoe kwam dat? Ik denk dat we beter de oplossing vonden. Ik denk dat Fortuna ook wat vermoeider werd. Ze konden niet zo hoog druk zetten als wat ze deden. Ze konden minder goed doorstappen, waardoor de off-partvrije was of een middenvelder deed die we goed konden bereiken. En ik denk dat we dat gewoon goed gedaan hebben. En Janga heeft natuurlijk een topwedstrijd gespeeld. Net als hij lang kwam, dat hij hem goed vast had, overtreding tegen. Dus dat was echt top voor ons ook achterin. Ja, inderdaad nog even inzoomend op Janga. Die kan weer in te verveuren van Ondaan. Die heeft dat wel met twee handen aangegrepen, hè? Ja, ik denk dat hij vandaag even laat zien waar hij toe in staat is. En hij is door die wisselbeurt is hij wat agressiever geworden, ook in de trainingen. En je ziet nou dat hij gewoon sterk is en dat jij met hem verder kan voetballen. En hij is ook nog snel en dat heeft hij goed ingevuld. Het schijnt dat er nog een spits onderweg is naar NEC. Is die gehaald als directe concurrent voor Janga of zal die nog wat langere tijd nodig hebben? Nee, die zal nog wat langere tijd nodig hebben. Dat is een jonge jongen en die krijgt een mooi een half jaar om ook een beetje te integreren in Nijmegen. En dan kan hij vanaf volgend seizoen kan hij de concurrentie aangaan. Ja, nou, er vielen dus drie doelpunten in de verlenging. Ja. Vervolgens werd het nog even billen knijpen. Heb je niet hoofdpijn van al het ballen weggekopt? Ja, ik heb wel een beetje hoofdpijn. Ik zei net ook wel. Ik net als ik een bokswedstrijd gespeeld heb. Ik heb zoveel klappen op mijn hoofd gehad, maar is gewoon moeite waard, weet je. Het was gewoon top dit. Hey, en aanvallend ook nog een klein beetje je steentje bijgedragen, want die pingel, die was een overtreding op jou. Ja, dat was een overtreding op mij, ja. Was het een overtreding, vond je? Oh, dat weet ik niet precies. Ik had hem vast, hij had mij vast. Die bal ging over mij en ik dacht, laat me vallen. En hij geeft hem, dus dat is alleen maar top. En Jordi, die is een penalty specialist, dus die schiet hem er zo in. Dus dat is mooi. Hey, als je nu kijkt naar wie je nog kan loten als tegenstanders in de kwartfinale, hoop je dan op een specifieke tegenstander? Ja, dat is geen vraag toch? Ik denk dat we allemaal wel Vitesse willen. Maar andere tegenstanders zijn ook goed, maar ik denk dat Vitesse een hele mooie pot is. Het zou extra lekker zijn, Vitesse in eigen huis. Ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Wat neem je uit deze wedstrijd mee richting Eindhoven? Nou, weer, en dat heb ik ook naar Excelsior gezegd, de beleving die je met z'n allen toont en de teamgeest, ja, dat brengt je gewoon heel ver. En tegen Cambuur hebben we natuurlijk veel verdedigd, maar was dat ook aanwezig. En dan zie je ook wel dat we kwaliteit hebben aan de bal. En we hebben dat vandaag wat beter laten zien dan de vorige wedstrijden. Dus dat zal ons vertrouwen geven naar de komende weken.